9 kinderen van hier kwamen tezamen in de studio's van Damiaan Actie. Wat we willen bereiken is het vlindereffect. We bedoelen eigenlijk met het vlindereffect dat een hele kleine actie wel hele grote dingen kan verwezenlijken en er zo eigenlijk kan voor zorgen dat de mensen langdurig geholpen zijn. En bijvoorbeeld in Nigeria woont Abu Bakar. Hij was vroeger ziek en leefde op straat, maar hij werd door Damiaan Actie genezen. En hij probeert nu op zijn beurt het vlindereffect te veroorzaken op zieke mensen in zijn buurt. Anything can happen for leprosis, for OSA. I am here. They are here and they teach me. En de Akimbola, en hier, en try, anytime. Ja, ook hier hebben we weer duidelijk gezien wat het vlindereffect doet. Hè. Wat betekent het voor Abu Bakar? Hij is daardoor genezen. En daardoor betekent dus dat hij minder uitgesloten wordt en zo. En kan hij mensen helpen. In alle projectlanden engageert Damiaan Actie zich om te strijden tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis. Entonces ahí prácticamente los niños pues son bien perjudicados por eso porque ya que cuando tienen la enfermedad. Ongeveer een jaar geleden werd ik ziek. Het goede nieuws dat ik aan mijn mama vertelde was dat ik voortaan voor mijn behandeling naar het kleine gezondheidscentrum in het dorp kan gaan. Iedere ochtend krijg ik mijn medicijnen en een spuitje. Van waar kennen jullie Damiaan Actie? Ik ken Damiaan Actie altijd van de stiftjes die ze elk jaar verkopen. Maar waarom verkopen ze die stiftjes? Wie weet dat? Ja? Om mensen in arme landen die een ziekte hebben te helpen.